ben ook trots op hoor. Dat er toch, net 70 geworden ben, dat men toch nog een biografie van me doet in Nederland. En die wordt ook uitgegeven in België, dus dat vind ik hartstikke leuk. Na een pas van Turesson loste Rensbrink een loeier van 25 meter die in de verste winkelhaak van het spionkopdoel terechtkwam. Het stadion dreunde Robbie, Robbie, Robbie. Waarlijk subliem. Na afloop van de wedstrijd geeft de Hongaarse topcoach Lajos Barotti van Újpest Dosa en tijdens de persconferentie de bijnaam het slangenmens. Barotti heeft nog nooit een speler gezien die zich zo gemakkelijk langs tegenstanders slingerde als een slang dus, volgens Barotti. Hey jongen. Ik denk dat Robbie in Anderlecht een speler geweest is die een artiest was. Dat was een jongen die ongelooflijk goed kon voetballen. Specialiteit was die een dribbel, een beetje slangenmens zo. Toen ik een fantastische periode en moet eerlijk zeggen, in de jaren 70, als je daar terugkijkt, hadden we natuurlijk een fantastisch goed elftal met 5 Nederlanders en 6 Belgen. En dat klikt fantastisch. Ik herinner me nog de eerste keer dat we in Anderlecht speelden voor de titel. Hij kon het eigenlijk niet geloven, met Brugge was hem nooit kampioen geweest. En hij dacht, dat gaat niet lukken, met mij erbij. De eerste paar wedstrijden werd ik echt uitgefloten hier op Anderlecht. Omdat we ook niet wonnen. We speelden gelijk 2 keer, geloof ik. Maar toen zei Van der Stok, oude jongen, dat gaat wel over. En na de volgende wedstrijd wonnen we en ik scoorde. En sindsdien was het afgelopen, dat gefluit. En toen werd ik geaccepteerd, laat ik het zo zeggen. We gingen met z'n allen de kleedkamer in om naar het radioverslag van Club Brugge te luisteren. Het bleef doodstil. Het waren de 5 langste minuten van mijn leven. Al die duizenden op de tribunes bleven ook doodstil luisteren in het Astridpark naar het radioverslag. Toen het bij Brugge afgelopen was en het inderdaad 1-1 was gebleven, stormde het veld weer op en hebben daar ongelooflijk feest gevierd. Voor mij is het bijzonder aangenaam en verrassend zelfs een beetje dat we nog die kampioenschap kunnen veroveren hebben. De finale tegen Austria Wien op 3 mei 1978 in het Parijse Parc des Princes wordt de wedstrijd van Rob Rensbrink. Hij maakt niet alleen 2 goals, maar verzorgt ook 2 assists, waardoor 4-0 zegen voor een groot deel op zijn naam komt. Ook die 2 goals kan ik me nog goed herinneren. Die ene was een intikker en de ander uit de vrije trap, van 1 meter of 20 om de muur heen, precies in het hoekje. Rensbrink een draaiertje en hij zit erin. En hij zit erin. Aan achter de bal. En dan kwam Rensbrink daarnaar de bal toegewandeld. En hij ziet met deze opstelling. Omdat daar de muur staat. Maar die bal gaat rond die muur. En die komt dan naar binnen. Ja, wie kan dat? Ik denk ook dat het een van de beste wedstrijden was die ik ooit speelde. Het verbaast me wel dat men nog altijd wel weet wie je bent eigenlijk, na zoveel jaren. Ja, nee, maar ik vind het wel leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk.